Hoi, ik ben Nina. Ik heb de afgelopen tijd alle misvattingen over Hogeschool Rotterdam en het HBO voor je achterhaald. Ook heb ik aan medestudenten gevraagd of zij tips hebben voor de beste kickstart van jouw nieuwe studie. Verder heb je Rotterdam leren kennen en nu ben ik benieuwd. Wat voor tips hebben onze medestudenten om je propedeuse te behalen in jaar 1? Het is heel erg belangrijk inderdaad om zeg maar te plannen en ook aan je planning te houden. Waardoor je dus echt op schema loopt en dan moet het in principe allemaal goed komen. Dat je altijd voorbereid bent voor de lessen. Blijf geconcentreerd, niet stressen, want je komt uiteindelijk wel. Proberen de eerste keer al je tentamens te halen en niet gaan afschuiven op de herkansing. Vraag vooral hulp, dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen bang zijn om hulp te vragen, maar er wordt hier ook heel veel hulp geboden, dus wees vooral niet bang om hulp te vragen. Sta open voor feedback van anderen, want dat kan je echt verder helpen. Actieve werkhouding, gewoon veel aantekeningen maken. Nou, zelf ben ik ook nog niet zo heel goed in, maar op tijd beginnen met leren, dat is wel echt heel belangrijk. En dan haal je propedeus wel. Nou, ik hoop dat je na het zien van deze afleveringen een beter beeld hebt gekregen van Hogeschool Rotterdam en het HBO. Ook heb je Rotterdam leren kennen, dus ik zou zeggen, neem deze tips en tricks mee bij het begin van jouw nieuwe studie, want deze kunnen zomaar nog eens heel waardevol zijn. Een hele fijne zomervakantie en tot in een van onze locaties. Doei!